De Noordoostpolder en Urk. Wat hebben die nou eigenlijk gemeen en ook hoe kunnen ze elkaar helpen? Daarover gaan lokale politici, ambtenaren en ook ondernemers in gesprek. En dat doen ze tijdens de eerste Noordoostpolder-Urk-dag. En dat is op 27 oktober in Krachenburg. En daarbij wordt ook stilgestaan bij hun gedeelde geschiedenis. En een van de organisatoren van deze NOP-Urk-dag, of NOP-Urk-dag, is fractievoorzitter Meinert Bakker van ChristenUnie-Urk. Goedemiddag, meneer Bakker. Goedemiddag. Waar gaan de Noordoostpolder en Urk het over hebben op die 27 oktober? Dat is een hele mooie vraag. Het is een heel divers programma, want we hebben sprekers met een hele diverse achtergrond. Dus we gaan het hebben over geschiedenis van Urk en van Noordoostpolder. We gaan het ook hebben over gedeelde waarden en uitdagingen waar we samen voor staan. En we gaan met de ondernemers kijken van wat is er op economisch vlak allemaal aan de hand tussen Urk en Noordoostpolder. En qua samenwerkingsverbanden. En we gaan elkaar een beetje beter leren kennen, denk ik. Ja, want de vraag is dus eigenlijk wat zijn de overeenkomsten tussen Urk en Noordoostpolder? Misschien ook wel wat de verschillen zijn. Heeft u enig idee al wat nou precies die overeenkomsten zijn? Wat bindt jullie? Behalve dan de ligging uiteraard. Nou, wat ons bindt is dat we toch wel een stukje gedeelde geschiedenis hebben natuurlijk. Hè. Als het gaat over de drooglegging en het ontstaan van de Noordoostpolder. Ja, daar hebben wij samen een stukje gedeelde geschiedenis. Urk werd eiland af, werd onderdeel van een polder en de Noordoostpolder ontstond. En wat er toen allemaal gebeurde, ook in de Tweede Wereldoorlog, qua onderduikers, het onderduikersparadijs, daar waren ook mensen uit Urk bij. We hebben eigenlijk aan het einde van deze eeuw een stukje gedeelde geschiedenis met elkaar gekregen. Ja. Heeft u dan een voorbeeld misschien van hoe jullie elkaar zouden kunnen versterken of helpen? Oh, daar zijn denk ik heel veel voorbeelden van. Noem er eens een. Denk alleen maar aan de problematiek rondom de zorg de afgelopen jaren. Hè. De ziekenhuizen in Lelystad, wat gelukkig nu allemaal weer een beetje in een rustige vaarwater is gekomen. Maar dat was natuurlijk een uitdaging en een probleem voor beide gemeenten. En ook voor een groot gedeelte van Flevoland. Maar ook de problematiek rondom arbeidsmigranten en het huisvesten van arbeidsmigranten. Op Urk is dat een uitdaging. En die uitdaging heeft Noordoostpolder ook. We hebben echt heel veel mensen nodig in de visindustrie. Nou, en de Noordoostpolder heeft dat op andere vlakken nodig. Maar die mensen moeten ook een plekje krijgen. En dat is een uitdaging, die hebben we eigenlijk gezamenlijk. Het gaat ook over woningbouw. Noordoostpolder heeft ambities om heel veel woningen te bouwen. Wij hebben natuurlijk ook heel veel ambities om woningen te bouwen. Denk aan de Zeeheldenwijk. Daar zou je zelfs ook kunnen samenwerken of met een gezamenlijk bod hadden we kunnen komen richting de provincie. Nou, daar zijn heel veel dingen, daar raakt het elkaar. Nou is het de allereerste Noordoostpolder-Urkdag, 27 oktober in Krachenburg dus. En jullie hebben ook allemaal sprekers op het programma staan. Wie zijn dat en waar gaan ze het even kort over hebben? We hebben heel veel sprekers. We hebben Yftinis van Popta, dat is een maritiem archeoloog. Nou, die gaat vanuit zijn vakgebied kijken naar Urk en Noordoostpolder. Dat is een heel leerzaam en educatief onderdeel, denk ik, voor ons allemaal. We hebben Eva Vriend, nou die is zo langzamerhand in Noordoostpolder en Urk echt wel een hele bekende persoonlijkheid. Niet alleen daar hoor, volgens mij. Niet alleen daar, maar misschien hier nog wel extra vanwege haar expertise op het gebied van Noordoostpolder en Urk. Als historicus en schrijver gaat hij de ontwikkelingen belichten. We hebben de voormalige burgemeester van Urk, Ineke Bakker. En die gaat samen met de voorzitter van de bedrijvenkring Urk, Lau Kramer, en de voorzitter van de bedrijven van Noordoostpolder, BNI, als ik het goed zeg. Hebben zij bijvoorbeeld ook al gezamenlijk een comité opgericht om te kijken hoe we economisch elkaar kunnen versterken. Dus de bedrijven die zijn eigenlijk al, een stapje verder dan dat de politiek is. Ja, maar het gaat toch ook nog wel gewerkt worden? Want het lijkt bijna een soort gezellig teamuitje. Nee, er gaat zeker gewerkt worden. Want we gaan zeker met elkaar discussiëren over vraagstukken die wij gezamenlijk tegenkomen. Ja. Dus het is niet de bedoeling dat het alleen maar een gezellig teamuitje wordt. Want het heeft het ook nog een doel? Wat is het doel van deze dag? Wat willen jullie aan het einde van de dag voor elkaar hebben? Nou, ik ben blij als wij aan het eind van de dag, als iedereen die daar geweest is, als die zegt van, hey, ik heb mijn buren
heb ik beter leren kennen, heb ik een stukje waardering voor gekregen. Ik ken hun historie, ik ken hun geschiedenis. Dat we geleerd hebben van, hey, er zijn best wel heel veel uitdagingen die wij gezamenlijk hebben. En waarom gaan we die niet gezamenlijk oplossen? En dat ze huiswerk hebben meegekregen. Dat ze zeggen van, hey, volgende keer, ik wil dit nog een keer. En ik heb eigenlijk nog wel ideeën die we ook moeten aanpakken, die we ook moeten bespreken. En dat het een vervolg gaat krijgen. Dus dat je een stukje markeert van waar staan we. En ook een stukje van, hoe kunnen we elkaar nog beter vinden? Ja, nou, dat bij gezamenlijke vraagstukken. Dat vervolg zal ook misschien een beetje afhangen wat er op het menu staat. Ik schat zo, aardappel en vis. Aardappel en vis mag dan niet ontbreken als het gaat over Noordoostpolder. Ja. Als aardappel hoofdstad van de wereld, Emmeloord. En Urk als viscentrum. Dan mag dat natuurlijk niet ontbreken op het menu. Nou goed. Meindert Bakker van ChristenUnie Urk en een van de organisatoren van de eerste NOP Urkdag. Hoe gaan jullie het zelf noemen trouwens? De NOP Urkdag of de NOP Urkdag? Noordoostpolder Urkdag. Zo staat hij in de boeken. Goed zo. De Noordoostpolder Urkdag. De eerste is op 27 oktober. Succes en tegen die tijd komen we vast en zeker nog wel even bij u terug. Dank u wel in ieder geval. Dank u wel. Graag.